We zijn in Nederland, jongens. We zijn in Nederland. Kijk, jullie zitten lekker droog, maar ik zit in de regen. Komt er nu ook iemand naast me staan met een umbrella of niet? Hey, ik ben Nick de Vries, Formule E-coureur en dit is Heldenpraat. Mijn nachtkastje is heel erg klein, dus daar past niks op. Ik leef namelijk in een hele kleine studio, dus alles is een beetje ingericht als tiny house. Dus daar heb ik onvoldoende ruimte voor. Nou, in Monaco kennen ze geen mercy, dus daar krijg je ze letterlijk voor alles als je je niet gedraagt. Dus mondkapje, door rood fietsen, verkeerd parkeren. Ja, ik heb nogal op plekken gereden waar het schijnbaar niet mocht. Dus ik heb er wel een paar in gekopt dit jaar. Nou, recentelijk wat Toto heeft gezegd natuurlijk in de media, dat ik een kans in de Formule 1 verdien, is natuurlijk een mooi compliment. Maar in alle eerlijkheid zijn het niet dingen die me echt bijblijven. En ook niet, zeg maar, niet race gerelateerd, maar meer persoonlijk. Oh nee, misschien, ja, mijn zusje heeft wel eens wat gezegd. Dat zei van, Niek, jij bent nooit boos. Of, ja, je bent nooit boos, je bent daar altijd, niet altijd vrolijk, ik ben natuurlijk ook wel eens minder happy of een keer niet tevreden, maar over het algemeen ben ik redelijk positief ingesteld en ja, sta blij in het leven. En wat moet er dan gebeuren? Wil je wel boven? Nou, blijkbaar een hele hoop, want ik kan het mezelf niet bedenken. Onrechtvaardigheid in de sport vind ik natuurlijk altijd moeilijk te accepteren, maar ik zou nooit dat in emoties uiten. Ik ben überhaupt niet iemand die dat graag aan publiek deelt. Ik vind het eigenlijk vaak onprofessioneel wanneer atleten met dingen gaan gooien of schreeuwen. Ik laat dat liever achter gesloten deuren. Maar eigenlijk zul je dat dus ook niet van mij meemaken. Ik keer liever terug in mezelf en wacht totdat het zich heeft afgekoeld. Hey, vriendinnetje. Eve. Wat betekent zij voor jou? Oef, nu gaan we heel diep. ik ben wel heel erg dankbaar dat zij het met mij kan uithouden. Ik denk dat het voor haar een grotere concessie is dan voor mij. Want zij heeft er natuurlijk niet voor gekozen. En dit is wel een beetje, het is mijn leven en dit is wat ik doe. Dus dat komt erbij kijken. En ik kan niet echt anders. Dat moet ze wel accepteren. Hoe lang hebben jullie nu een relatie? Gisteren was onze eerste date 2 jaar geleden. Dat was hier. Toen zijn we het water opgegaan, zijn we ergens gaan lunchen. En uiteindelijk zijn we hier geëindigd met al mijn vrienden en de hele familie te barbecuen. Dus toen heeft ze meteen iedereen ontmoet. Om heel eerlijk te zijn weet ik ook niet. Kan ik me niet herinneren wanneer ik voor het laatst heb gehuild. Tuurlijk ben ik echt wel down en dan. Ja, dan heb ik even tijd nodig om er weer bovenop te komen na bijvoorbeeld een slecht weekend of een tegenslag of zo. Maar huilen, dat. Tja. Ook niet bij films bijvoorbeeld? Oh ja, heel scherp, goed zo. Films huil ik easy. Onderweg naar New York, Bohemian Rhapsody. Ik vind het ook wel mooi eigenlijk, huilen bij films. Maar in een vliegtuig is het natuurlijk nog erg. En dan zit je alleen 7 uur in zo'n vlucht. Dan ga je over je hele leven nadenken. Kijk je naar zo'n film en dan ja, zit niemand om je heen. En dan zit je in je stoel en het zit helemaal dicht. En ja, nou, donker. Perfecte situatie en scenery om even te huilen. Ja. Mijn baas. Ik zou wel eens in zijn schoenen willen staan hoe het is om ons team te leiden en ja, zijn taken over te nemen. Ik denk dat ik in de toekomst, na mijn carrière, mezelf wel in een soortgelijke rol zou kunnen zien binnen de autosport voor een team wellicht.